Het gaat gebeuren, 31 oktober. Ja, het wereldrecord op de kilometer tijdrit aanvallen. Dat wil ik omdat ik daar heel goed in ben. Een drievoudig wereldkampioen op een rij. Just you against the clock and nothing else matters. Ja, en er ontbrak nog iets. Ik denk dat ik richting het einde van mijn carrière aan het gaan ben, als ik daar heel eerlijk over mag zijn. Ik wilde een doel, een tussendoel richting de Spelen. Ja, het kan groter, moet het groter. There's nothing else for him to win. He's never lost an international kilo. Yeah. So I just wanted it for him to when he finishes his career at least. Yeah. He knows he's the most dominant and successful kilo rider. Gozer, die staat al sinds 2017, 18. Onderin mensen druk dat ze ieder jaar verwachten dat je wereldkampioen wordt. Op dat soort momenten wanneer de druk erop staat, die moet er bij hem opstaan. Ja, en dan gaat hij wel. Vlak bij mijn rug nummer op, gooi zijn wedstrijdhelm op zijn hoofd. Ja. En hij gaat wel, maar daarvoor is het echt allemaal gewoon... Dus dan ga je ze helemaal onzeker voelen. Ja, dan zegt ze wel weer dat het goed komt, maar ja. Au. Hoe maakt het? Ja, Bel, we gaan trainen. Ja. Je hebt het ontbijt gemist, man. Je bent in de kooi blijven zitten bij het ontbijt. Oh. Ja, en door zijn formaat is het echt puur sprinten, denk ik. Wilde sprinten? Nee, omdat hij zo zwaar is en er past vleugels niet. Hallo. Oh, je krijgt een kusje. Hallo. Wat heb jij een mooie broodrommel? Auto's, hè? Gek op auto's. Gek op auto's. Ja, met view. Ik wil weer zo hoog, dat is voor mij. Het is toch mooi als je hier elke dag langs rijdt, een altijd torentje. Het begon met de poging kunnen organiseren. Dat was ja, maar wat nogal... vraag je dan aan bij de wereld? Ja, nou goed, dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Dat was uiteindelijk het idee van Maddie en die had dat naar mijn management gegooid. En toen wilden we het een optie maken. Ja, dat mocht ook niet direct ofzo. Dus de KMU heeft ook nog een brief geschreven dat ik dat graag wilde. En uiteindelijk toestemming gekregen. Toen vond ik dat ik wereldkampioen moest worden, want ik wilde niet als niet-wereldkampioen eigenlijk het wereldrecord gaan aanvallen. Ja, het is het wereldrecord, dus... Nee, en ik gaf mezelf daarmee ook wel extra druk. Om, wat ik net zei, ik wilde hem winnen om überhaupt de recordpoging aan te gaan. Nee, maar ik kon al gelijk, toen ik won, wist ik van, hey, nu wil ik dit gaan doen. En nou kan ik een oproep doen aan... Nou, potentieel sponsoren en partners en het Nederland vertellen dat ik op het record aas. Voor het hek is altijd leuk, zeg maar. We kunnen denken dat ik ook doe in de bed niet uit. Maar... Wat is het? Het is gewoon een parkeervak, meneer. Is er geen parkeervak? Ja. Oh, je bent maar ook nog opgenomen. Sorry dat ik zo uitval, hoor, meneer. Dit kun je uitknippen, hè? Nee, joh. Dit is wat de mensen willen zien. Maar ben ik altijd de enige die het live doet. Zal ik ze weten dat jij bent? Ja. Artiesten ingang dit. Ja. Dat is wel een privilege die ik van Omnisport heb gekregen. Om met een druppel naar binnen. Ik vraag me ook af van ja, waar staat het ten opzichte van wereldtitel of zo. Want dit is eigenlijk nog misschien nog wel unieker dan de wereldtitel. Ja. Dat die veel langer kan blijven staan. En, ja, jouw naam staat op elke startlijst en zo. Dat gebeurt bij de wereldtitel niet. Dus eigenlijk is het misschien nog wel iets vetters. Hey, Maddie. Yes. Oh, hello. How are you doing, man? Yeah, you? Good to see you. Feel you better? Yeah, I am. You are? Nice bag. Thanks, man. I copied you. Yeah. Yeah, yeah, sorry. I got really jealous. In Norway. Feeling well? Yeah, feeling good. Yeah. Oh, cool. Look forward to seeing on the track. Yeah.
Gewoon van de action, jongens. Van de action. You know the action? You have action in England? Let's do... Welcome back, Maddie. Welcome back, myself. Since we're back, rather the big meeting tomorrow, but since we've all been on a holiday, let's see, one person says what they did on a holiday that was good. You first. Tell me something good about... Where did you go? Iceland. Yes, you did. Yeah. What was good about Iceland? The nature. The nature. Really nice. So, okay. Yeah, totally... And one with yourself. Yeah. Okay, great. With the opposite of me. And Jeff? My holiday was at home. And I was working at the house and in the van, so... But then I went to Spain for training, but it felt like some that felt like the holiday, so. Good, okay. with training. Good to have you back. Yes. Today is original, and we're all going 500 meters. And actually, I'm going to tell you what I did. I went to Menorca, which is the tiny island next to Mallorca. It was hot and shit. Right, let's go. Hey, look. Let's start with the original plan. And you will then not become world champion by skipping training and rest, huh? I've followed Jeff for a long time, even before I got this job, and particularly in Apeldoorn 2018 when he won the Kilo. That was a really epic race, and I just thought that, yeah, when he competed in the Kilo, he was always quite dominant. He's never lost a race internationally. No. And I just thought, what better way to finish his career in the Kilo, or when he does finish his career, he'll leave a legacy that the final jewel in his crown, that he's the most dominant Kilo rider ever. And I just thought it was a great idea. Initially, he wasn't too keen on it. He was like, I want to win the Worlds first. And I was like, dude, you're going to win the Worlds. Yeah. But yeah, I backed him definitely, yeah. For sure. And I just think, yeah, I'm just really excited for him to really leave some kind of legacy behind, and you know, not just be talked about in the competition, but to be the best Kilo rider ever. But because Kilo isn't Olympic, right? No, it used to be. So the last one was in Athens. And if you watch that was quite an epic battle, because everyone was breaking the record, or at least the Olympic record. And it comes down to the last person, and that person breaks the world or the Olympic record and wins the gold. And I think it's the purest sprint event there is. It's just you against the clock, and nothing else matters. No tactics, it's just performance. So I absolutely love the event itself. Ja, in 2013 was er een wereldbeker in Aguas Calientes. Daar zijn we met het Nederlands team ook heen gereisd. 10 jaar geleden, dat was ik 20. Maar toen stond ik echt in de kinderschoenen van mijn carrière, kan ik zo zeggen. Echt nog aan het begin. Ja, en toen was dat eigenlijk... Ja, na de Spelen volgens mij. Dus soort na Olympisch jaar, wereldbekerseizoen. Sprint deed ik ook mee. Teamsprint waren we aan het opbouwen. Daar wilden we mee naar de Spelen en presteren. Maar daar was ook een kilometer en een keirin wel. En op die kilometer stond François Pervis aan de start. En die had zijn zinnen erop gezet om het wereldrecord te gaan verbreken. Eigenlijk toen in die tijd wist ik helemaal niet dat het speciaal of bijzonder was. Of dat hij echt een soort van echte poging... Ik dacht gewoon, ze rijden de kilometer. Want dat vond ik altijd een verschrikkelijk onderdeel. En ik dacht, ja, wie doet dat nou voor lol? En nu ook nog eens op hoogte. Ik denk wel dat mijn lijf weer in zo'n paniekstand gaat. Ja, zo. Dat je weer het gevoel hebt dat alles eruit moet en zo. Dat denk ik ook. Zeker te vieren. Maar nu besef ik van wat stom, want dat is gewoon een wereldrecord. En dat is zo'n exceptionele kans eigenlijk om een wereldrecord te kunnen rijden. Maar goed, daar moest ik eerst 10 jaar voor in het vak zitten om dat te begrijpen. Oh, die shiny helm. Shiny. Nou, ja, dat het zilver is, hè? Ja, maar ik ben wel een beetje van het zilver tegenwoordig. Awww. Zo strijken, joh.
misselijk. Ik zou willen dat ik altijd zilver heb. Oh, gaan we zo doen? Ja, nou ja, wat dan? Zie je, wees dankbaar met wat je probeer hebt. Probeer maar goud te halen eerst in je carrière en dan praten we wel weer, zeg maar ook. Of je dan nog steeds blij zou zijn met zilver. Nou. Goed, dan gaat het zien. Wat een leuke sfeer hier, joh. Dit is, It is, like, different athletes are motivated different ways. Yeah. And I think this is a good project, it's at the right time. In the build-up to Paris, and like it's different from what he's normally used to, and it kind of motivates him more. And actually, to be fair to him, he's taken a lot of ownership of his training and stuff. And Harry and Roy motivated differently as well. But I think this is a really good opportunity for him to sort of use as a base or a foundation to go on to the next level and take Paris by storm. Okay, bye. Say is that when you were coming through in the second lap, I could just see you kind of like bumping around. Lopen is altijd zoiets moeilijks, hè? Ja, ik kom er wel steeds meer achter hoe vet en uniek het dan ook nog eens is om zelf een wedstrijd voor jezelf te organiseren, waarin je jury invliegt, tijdwaarneming voor elkaar moet hebben, je moet antidopingcontrole moet aanwezig zijn. Je moet dan alles voldoen voor een wedstrijd, dus in feite organiseer ik mijn eigen wereldbeker, alleen waar ik zelf in de stad ga staan. En dat is wel uniek. Helemaal aan de andere kant van de wereld, op hoogte, dus organisatorisch hebben we gelukkig daar iemand zitten, maar het is wel ingewikkeld, wel lastig. Ik ben redelijk betrokken geweest aan het begin. Samen met mijn manager Dylan Rickert en Sanne Bras. Sanne Bras. Ik weet dat hij lastig is, maar achternaam. Ik was al verder met. Ik was al verder met mijn verhaal. Sanne Braspenings, mijn vriendin, met een assisterende rol intensief contact gehad, steeds meer gaan regelen. En ik merk dat nu mijn manager mij weer een beetje los begint te laten en me laat focussen op de recordpoging. Fuck, wat ben je doen? Was it better or not? No. What the fuck? Then I am somehow restricted. Yeah. Sorry, just go back to their times. Yeah, do. Nee, doe eerst die even. 7-0, 7-0, 7-1. I went as fast as I know, I saw it as well, yeah. Ik wil van niet zo gaan praten en niet laks gaan denken. Het is maar goed mogelijk als ik mijn niveau heb om te verbreken, maar je moet het wel doen. Je moet niet verzwakken. Eigenlijk hebben we maar een korte periode. Nu je twee blokjes had trainen en dan is dat weer taper. Dus je moet wel redelijk voortborduren op het niveau van het WK. Echt goed. Oh, ik haat kuiten. Echt jongen. Die dingen doen altijd pijn. Lang verwachte massage eigenlijk. Dat wel. Toch, je weet dat het beste is om gewoon door te halen. Dat wil je lichaam dat niet. Stiekem heb ik er ook gewoon wel in. Blijkbaar alle andere mensen ook, die mijn kilometer kijken altijd. Daarom vind ik serieus oprecht de kilometer een van de mooiste onderdelen die er is. Omdat hij zoveel pijn omdat doet. Het zoveel pijn. Het is een van de ultieme oefeningen. Dat is waarom ik het eigenlijk het meest verschrikkelijke onderdeel vind. Maar wel het meest rewarding, wil ik zeggen. Ja. Tot de volgende. God, dat loopt soepel. Ja, het kan beter. Maar... kan beter. Je moet mij filmen. Ja. Ik ben zijn mental coach. Hallo. Hallo! Ik begeleid Jeffrey naar het wereldrecord. En mentaal, hè? De mentale coaching. Jeff! Ja? Wie zijn er aan? Altijd, hè? Oké, jong.
Kom maar doen. Zich, ja, designs van de pakken zijn gemaakt, dus heel veel geregeld. Ja, ik moest natuurlijk nog een sponsoroproep doen, dus daar moesten partijen sponsoren bij komen. Ja, nou is dat als een topspot wel een beetje eng, een soort van bedelen voor jouw doel en jouw prestatie. En ja, goed, mijn manager kan natuurlijk heel goed aankoppelen wat voor waarde dat voor hun heeft. Maar voor mij is het heel erg van, ja, ik wil knetterhard fietsen een kilometer. Met de kleding, dat reageert anders weer op hoogte. Dus... Hoe komt zo nou? Ja, waarschijnlijk als je daar op hoogte 70 rijdt of zo, staat het in verhouding met laagland 90 km per uur qua luchtweerstand of zo. Dus dan moet je een heel ander pakken, of precies andersom. Ik weet het niet exact. Dat, maar ik ga morgen naar de winter. Dus. Jij gaat naar de winter, dus, ja. Dus jij weet dat ik morgen. Ik zal even appen met Bert. Dit is een pak van materiaal gemaakt wat enorm snel is. Maar dit is bijvoorbeeld hetzelfde materiaal waar een schaatspak van is gemaakt. En het schaatsen hebben we al jaren ervaring met snelle aerodynamische pakken. En nou ja, zoals je gezien hebt in die testen is dat gewoon een heel snel pak. Wat je doet is de weerstand meten. Dus er zit een grote weegschaal onder die tunnel. En je blaast er tegenaan en dan meet je de krachten die die levert. Dus hoe sneller het pak is, hoe lager de weerstand. He, dus als je, tenminste bij ons pak, probeer je de weerstand zo laag mogelijk te maken. Een pak op zeeniveau, die heel snel is, is niet per definitie snel op hoogte. Dus we kijken naar verschillende pakken. Nu blijkt dat een pak die snel is bij 50 km per uur op zeeniveau, die is nu ook heel snel op 1000 meter of zo. Dus ik denk dat hij zo rond 60 km per uur rijdt, maar dan heeft hij eigenlijk een pak aan die snel is bij 40 km per uur. En die is dan op hoogte heel snel. Hallo. Aanbellen ook echt. Ben je even hier? In het oosten komen we achterom, hè? Hey, weet je, denk je dat de mensen een goed beeld hebben van hoe je echt is? Nou, als je een beetje op de socials kijkt en zo, dan zie je wel een beetje serieuze Jeffrey en zo. En dat kan die zeker ook wel zijn, hoor. Maar merendeel van de tijd is hij toch wel de nuchtere Twent die... Ja, die een beetje grapjes maakt en die het allemaal niet zo serieus neemt en het komt allemaal wel goed. En hij houdt gewoon heel erg een beetje van uitgedaagd te worden en als hij dat wordt dan vindt hij het alleen maar leuk. En als er een beetje snelheid in zit dan is Jeffrey tevreden. Yeah. Wacht, dan wil ik Jeff koffie. Jeff koffie? Ja, kijk, dit is Sanne's koffie. Oh, wat schattig. En dit is Jeff koffie. Jeff koffie. Ja? Gaat in die dikke hand van Jeffrey. Oh, koffie. Nee, rustdagen. Ik ben sowieso altijd heel erg bezig in mijn hoofd aan denken en zo. Dus als ik een rustdag heb, dan ben ik met van alles en nog wat bezig. Van goh, wat. En dan niet eens fietsgerelateerd, maar gewoon wat wil ik nog? Wat vind ik vet? Ik vind auto's leuk, ik vind motocross leuk, ik vind fietsen leuk. Eigenlijk allemaal andere dingen van fietsen. Ik denk gewoon, hoe zou ik dat een beetje kunnen doen? Wanneer heb ik daar tijd voor? Het liefst zou ik heel mijn leven willen spelen, zeg maar. Alles op twee wielen vind ik mooi. Dat kan ik allemaal wel doen. Dus eigenlijk moet ik gewoon influencer worden. Nou, zoals nu hebben we elektrische motorbike en op een rustige dag kan je nog steeds rustig je benen rond laten gaan. Alleen je hoeft niet meer bergop zwaar te trappen, dus dat is hartstikke lekker. Ja. Alles kwijt. Je denkt je pakt het zo allemaal. Maar... Hoe is het nou om te leven met Jeffrey? Dat is één grote zoektocht. Ja, hij heeft niet echt ADHD label. Vind ik soort van wel. Dus hij moet gewoon getriggerd worden. Hij moet uitgedaagd worden. En ja, hoe routinier is het om topsporter te zijn? Je weet gewoon van A tot Z wat je gaat doen. Je periode weet je, je dag, taken. Het is wel routinewerk. En als je daarvan dan een prikkel krijgt in de vorm van een wereldrecord wat al 10 jaar staat om dat te kunnen verbreken. Ja,
Dat is natuurlijk kaas naar, hoe zeg je dat, spek naar het bekkie. Spek naar het bekkie? Ken je die uitdrukking niet dan? Zeg ik hem waarschijnlijk fout. Dat is in het straatje van Jeffrey Hoogland. In uur Sanne. Later. In uur later. We gaan lekker mountainbiken. Jeff. Er zijn hier genoeg jumps boven mijn niveau. Geen grapje, Jeffrey Hoogland. Nee, echt zo. De Jeffrey? Ja. Wie is dat? Wat een gastje. Wie is dat? Wie is dat? Ja, hé, hey, Wilco. Oh my god, dit is Jeffrey Hoogland. Deze jongen wil ons even deze bulten hier laten zien. Oh, laat zien. Die echt fucking ziek zijn. Wat dan op YouTube? Hé, pas op, het komt. Ah, zo moet het dus. Nou, Jeff. Komt dat op YouTube? Dit komt op YouTube. Oh, ik heb een zadel al vanaf. Ik vind het nogal veel druk zo met veel mensen. Het klinkt heel gek, want de topsport matcht dat eigenlijk nou niet. Maar het moet vooral niet te serieus. Ik moet me uit kunnen leven, ik moet uitbundig kunnen zijn. En dat kan natuurlijk in prestaties, in trainingen. Alles wat ik doe, wil ik goed doen, dat dan weer wel. Altijd met een tikje, een nonchalante in, altijd ja, een beetje spelende wijze, want dan houd ik het leuk. Als ik maar me constant blind sta, dood sta op een doel, dan dat is heel moeilijk vol te houden voor mij. Dan raak ik toch gefrustreerd, want ik doe geen leuke dingen meer. En... Het kan groter, moet het groter. Ik ben alleen maar bezig met dat ene ding, dus ik vind het heel fijn om op allerlei manieren mijn hoofd leeg te gooien. Ja, laat me even zien. Hoe oud ben jij? Even mee naar boven. 14 jongens, 14. Even een fietsles krijgen. Door een jongen van 14. Oh. Hij leeft nog. Ik had niet gedacht dat ik dat ging doen, maar toen... Nee. Ik moest zelfs nog een beetje remmen naar die tweede, want ik kwam de hand op jou af. Ja, mooi man. En toen sprong ik de eerste kot. Ja, mooi. Dus moet ik het dan nu nog een keer zelf proberen? Om de angst te overwinnen? Denk het wel, hè? Ja. 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 Echt gaaf. Ik vind het wel mooi. Je bent gewoon een Olympisch kampioen aan het fietsen. Ja, dat is heel gaaf. Ik vond het wel mooi. Hij is hier één dag en hij doet het direct. Ja, joh. Misschien zijn jullie al van een paar jaar ook Olympisch kampioen. Je weet het niet. Ik hoop het ook. Hoe heet je eigenlijk? Quinten. Nou, meteen volgen op Insta dan. Ah, dat vind ik gaaf. Ja, op gas. Ja. Baanrennen heeft ook gigantische risico's, hoor. Maar dat doe ik nu zo lang dat zo safe voelt eigenlijk. Het is gewoon dag in dag uit hetzelfde herhalen. Ja, herhalen. Zo klinkt het ook weer heel suf. het is wel altijd afzien. Ja, het is herhalen en verbeteren, analyseren, doorgaan, beter, harder, sterker worden. Alleen je doet wel in grote lijnen heel veel hetzelfde. Lijkt me heel slecht voor die nee. Nee, mag ik één keer of vier? Laat niet meer over meelopen voor het beeld. Dat is wel een goede shot. Ja, dat is goed, hè? Nou, niet in de weg gaan staan. Nee, mensen hebben sowieso heel erg, die lezen in de krant resultaten en dat is het ook alweer een grote lijn. Dus dan is het wel het leuke van social media dat je een beetje kan laten zien wat je nog meer doet en met hoeveel gewicht je op een legpress zit of hoe hard je door de baan gaat met een training en dat het niet zomaar komt. Maar
merendeel van de mensen rekenen je af op de prestaties. En nou goed, als ik dan in deze cyclus richting spelen heb ik op zich minder gepresteerd dan in de andere cyclus. En dan merk je gewoon dat ook interesse van media en dergelijke, dat verschuift gewoon van je weg. Maar dan heb ik nu zoiets van, nou, dan ligt er ook geen focus op mij. Dan kan ik knallen en dan hoef ik ook niks te verantwoorden eigenlijk. Ja, doe maar één kant helft, dan ga ik iets meer. Hoeveel moet je doen dan? 22,2 schijven voor 25 kilo. Look, he's brilliant to have around, and I think, yeah, he always makes training interesting, and yeah, there's never a dull moment. No. Where is he now? Yay! He's a big personality, he's a really funny guy. His humour is terrible like mine, his monologues, his toilet habits are impressive, they're world class too. He needs a lot of poos, and his poos take a long, long, long time. But I'm actually impressed, that's impressive. But then he can go. Yeah, then he lights it himself and he can go fast. Oh, ik was ineens heel bewust van mijn hoofd die ik dan zo deed. Dan dacht ik, oké, dan ga ik de volgende niet meer doen. En toen werd het ineens heel vaag. Ik heb het ook wel eens headbang press genoemd. Headbang press. Meer met mijn hoofd, zeg maar naar achter gaan met mijn benen omhoog. Pigeon press. Ja, pigeon press. Dat was Bill. Ja, van Bill geleerd. Nee, je gaat het wel kijken, hè? Ja, sowieso. Uit mijn hoofd, 31. Ja. Hoe laat? Ja, nou ja, daar ben ik altijd mee in de war. Of dan Nederlandse tijd of Mexicaanse tijd. Maar ik ga ervan uit dat hun rond een uur of twee zullen gaan. Ja. Waarom? Puur buikgevoel. Omdat het... Ja? Ja? Hey. Dat is beter voor de piekbelasting. Ja, maar ook zeg maar dat je temperatuur hoog is. Ja? Je lichaam is dan hoog. Temperatuur is heel belangrijk. Ja. Oh. Wat hij doet is wel echt heel vet knap. Ja, jij hebt het geprobeerd, hè? Ik heb het ook geprobeerd. Ik kwam niet eens onder die minuut. Ja. Godverdomme. Ja, toen ik 57,9 reed. Ja. Is je vaker met een stuurtje fiets en gewoon vol vertrekt? Ja. Ja, aas. Ja. Maar ik wil nog wat te verbeteren hebben. Als je het al meteen goed doet op je 34ste, 35ste jaar. Ja. Mam. Oké, een stukje wat zeg maar, natuurlijk voel je wel die pressure. Als zeg maar het heel dat circus zeg maar voor jou er is. Maar, gozer die staat al sinds 2017, 18 onder in mensendruk dat ze ieder jaar verwachten dat je wereldkampioen wordt. Dat is niks anders. Dus dat verandert niet. Maar ik moet je wel vertellen, het is wel zeg, voordat je daarmee goed mee om kan gaan, dat is wel goed. Ja, het lijkt alsof het niks is. Ja, maar je krijgt je niet veel meer als je echt een vet goede tijd. Eigenlijk... Mocht je wel zeg maar 54 rijden, dan moet je gewoon doen alsof het helemaal zo, weet je wel. Ja, ja. 55 is iedereen heeft het. Ja? Ik zal er aan denken dat ik inderdaad even... Nou, ik ben al bang dat ik vol inklap, zeg maar, omdat er gewoon geen zuurstof is na de tijd. Zo zal het hoi. Tot morgen. Omdat het toch iets anders is dan een WK, is hij een beetje zoekende meer en zo. En zit hij zich soms ineens heel zorgen te maken en de andere keer zit hij dan van, ah nee, dat komt wel goed, dat komt wel goed. En dan is hij weer een beetje van, en dan weer, nee, dat komt wel goed. Dus het lijkt wel of hij dan meer tegen zichzelf aan het praten is dan tegen mij. Maar goed, ik vind het allemaal best. Hij is wel heel nuchter bij mij dus. Ja, dat wel. Dat scheelt denk ik wel. Ja, maar hij heeft er wel vertrouwen in, maar hij weet totaal niet wat hij gaat doen. Dus dat, hij weet wel wat hij gaat doen, maar qua tijd en... Ja. Hij wil het gewoon heel graag goed doen. Ja, je moet alleen fris zijn voor de startronde, zeg maar. Ja. Dus dat is eigenlijk, als ik hard start, dan komt dat goed, zeg maar. En word jij fris? Ja, weinig. Dan plak je de buitenbanden op, hè? Ja, want die... deze kunnen sowieso veel harder opgepompt worden. Dat is wel belangrijk met de hoge snelheid. Ja. Nou, dan winnen, hè. En pakken. Fris komt.
Ik heb vrouwen. En je kunt op gokken op zijn tijd. Oh ja, dan moet kan je even een clinic winnen voor mijn vrienden. Ja, dat is echt vet. Ja. Jij kan wel een baanwielrun clinic gebruiken. Ja, ja. Van Jeff wel. Ja. Ik kan je wel een hele fietsje. I don't think he gets insecure now. It's strange. He gets insecure at the weirdest times. Come on, come stand up and show everyone. Come on. When I'm most confident in him is when he's most insecure. When he's most insecure is when I'm most confident in him. But I think that's what makes him him. And you know, there is no athlete that isn't insecure, no matter how successful. But put it this way, like, if I didn't believe in him and the team, like, I wouldn't be doing this, because believing this world record has been a lot of effort. En hoeveel dagen nog tot de poging? Weet je dat? Minder dan 20? 20? Dat is snel nu, hè? Ja, het gaat heel hard. Oh. What? So we travel in 2 weeks today. Yeah, but I talk about the 31st. Yeah. Like the attempt day. So it's 2 weeks, that's 14, 15, 16, 17, 18, 19. I said 19. I said 19. You count. I said 19. You're putting this. Well, at least it's easy to count on me, yeah? Yeah. I said 3. Yeah, he's the joker. Ow! Dat is een moment wanneer de druk erop staat, die moet er bij hem op staan. Ja, en dan gaat hij wel. Plak bij hem een rugnummer op, gooi zijn wedstrijdhelm op zijn hoofd. Ja. En hij gaat wel. Maar daarvoor is het echt allemaal gewoon. Ja! Ook dit jaar met het WK in Glasgow, dat super WK. Hij was echt niet in echt de topvorm, maar ja, hij ramt er wel even die 57 seconden weer uit. En rijdt toch ook die titel met de andere twee boys naar huis. Ja, dus dat is wel... Ik weet niet hoe hij het doet, maar... Ja. Daarvoor ben je natuurlijk voor gevallen. Ja, tuurlijk. Ja. Omdat hij zo hard rijdt. Dat was een goede one. Dat was een really good one. Maar dit is ook wel de leuke periode, want dan ga je iets wat minder in volume en iets wat meer in kwaliteit. En dan ga je echt de snelheid erin krijgen en dan ga je een beetje achter Gertons bewegingswetenschappen aanjagen. Rustig aan komen rollen, ik kan net eruit wegrijden. There's nothing else for him to win. He's won the world title. I think he's never lost an international kilo, and he's the only person, you know, in tandems or solo rider to go under 58 seconds twice at sea level. Yeah. No, even the world record holder currently, Francois Bovis, hasn't even gone. I think he's only gone 1 minute once at sea level. So I just think it's. If Jeff doesn't even attempt to break the world record at the altitude, it'll be such a shame. Yeah. So I just wanted it for him to, when he finishes his career at least, he knows he had the opportunity to be the most dominant and successful kilo rider ever. Ja, deze kilometer heeft ook een beetje te maken met legacy, denk ik. Dus wat laat je na je carrière? Ik denk ook oprecht dat ik hem heel goed kan verbreken. En ik wil ook dusdanig een tijd achterlaten dat amper weer verbroken gaat worden. Dat ook echt weer minimaal 10 jaar zou blijven staan eigenlijk. Dus dan ga je ze maar onzeker voelen, dan weet je, ja, ik ga weer onzeker voelen. Ja, dan zeggen ze wel weer dat het goed komt, maar ja. Maar dan zeg je ook even jezelf, op het moment dat je dat voelt. Ja, omdat ik dat ben gaan leren. Ja, nee, precies. Kijk, als dit 15 jaar geleden was geweest, dan hadden we niet zo goed.
Nee, dat ik echt alle bevestiging nodig heb. Mooi, is dat? Goed. Niks meer aan doen, inpakken, wegwezen. Ja, het echte trainen zit er bijna op. Ja, bijna gaan genieten. Nou, dames en heren, dit was hem voor deel 1 van de video. Toch? Ja, ik wel. En dan... Volgende gaan we met inpakken. De volgende gaan we met meer energie in. Hadden werkers gedaan. De energie komt terug, wordt frisser. Doei doei! Hello, welcome to Aguas Calientes. It means hot water. Hot water? Nou, André, André, hier staan. Nice to meet you, my name is Sibrae. Het is toch bizar, dus allemaal gewoon die mensen allemaal voor jou zijn. Dit is toch mooi. Ik hou daarvan hoor, mensen voor me weg. Paul, the kilometer is going to be fun, because even after this you are out of breath. Yeah, I'm getting happier. Yeah. When you seem right like that, yeah, it's good. It's hard not to get happy.